Zo, even met mij opstropen. Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Even Lekker in Bed. Dit is een serie waarin we oude games spelen en dit keer is de beurt aan... Spyro the Dragon, tot na de intro! Okay, people, let's go to work. Ik ben echt een nerd. Als het gaat om Spyro ben ik een nerd. Spyro ben ik mee opgegroeid toen als eerste PlayStation 1 nog niet eens, of was te koop en te huur, maar te koop was te duur in die tijd en te huur deden we elk weekend. En ik mocht een game kiezen, dat was dat Spyro the Dragon. En ik laat het filmpje niet zien, ik kan het gewoon vertellen, als ik het kan wegklikken. Ja, ik kan het wegklikken. Knasty Knork is een gemene schurk. En hij heeft alle draken veranderd in standbeelden met een toverspreuk met zijn staf. Nou ja, natuurlijk is dat gemeen. En gaan wij er een stokje voor steken door als Spyro het kleine paarse draakje te spelen en de draak te bevrijden uit hun standbeeld. En hij zegt je moet 10 draken vinden. En die draken, als je die hebt gevonden, ga je met een ballon naar de volgende wereld. En zo kom je dichter bij Knasty Knork om hem te verslaan en... ja, hopelijk ook alle draken te bevrijden. Natuurlijk is dit spel PlayStation 1 oldschool. En het is de bedoeling dat wij ook gewoon diamanten verzamelen die verspreid zijn over de levels en de wereldmappen. Nou, ik laat jullie gewoon even wat zien van gameplay. En ja, ik heb dit kapot gespeeld. Deel 1 is oldschool. Deel 2 vond ik wat minder. En deel 3 was eigenlijk weer echt verschrikkelijk goed gedaan. En dat hebben de makers echt heel goed gedaan. En na Spyro 3 kwam natuurlijk Spyro Enter the Dragonfly voor de PlayStation 2. Vervolgens is dat doorgegaan. Ik moet even een afstandsbediening vinden, mensen. Sorry. Waar is mijn afstandsbediening? Hier. Ik heb serieus 4 afstandsbedieningen. Als je hem nodig hebt, is die er nooit. Ja, dan komt zo mijn televisie gaat soms op beveiligingsmodus. Dat hij uitgeschakeld wordt. En ik heb dat uitgeschakeld in de opties. En ja, hij doet het gewoon niet. Een Spyro is een draakje en we kunnen vuur spuwen met onze mond. We kunnen gaan rammen met onze horns. En we kunnen gaan springen en vliegen van verschillende afdalingen. We kunnen niet permanent vliegen, alleen in bepaalde levels. Nou, ik pak even wat diamantjes. Ik wil eigenlijk een level aan jullie laten zien. Ja, voordat ik eigenlijk heel noob alle levels ga doen. Of alle diamanten pak. En dit heet Stonehill. Stonehill gaan we naar binnen. En ja, ik heb ook het hoesje van Spyro. Kijk, dit was het old school PlayStation 1 hoesje. Ik heb hem nog gewoon. En deze is zo verschrikkelijk oud. Dit is echt oud. Maar ik ben zo blij dat ik dit nog gewoon heb. Oh, heel even kroelen met het schijfje. Nou, dit zijn Stonehill. Dit zijn een beetje ja, geitjes, bokkengeitjes. En er zitten allemaal geheimpjes in levels verspreid. Je kan eieren verzamelen verspreid over alle levels. En ja... standbeelden bevrijden, je verzamelt diamanten en zo probeer je een level dus 100% te voltooien. Ja, en ik denk dat iedereen Spyro kent. Ik denk niet dat ik een wild vreemde game aan het spelen ben, dat mensen denken van wat de fuck speel jij nu Vincent? Wat zijn dit voor outdated graphics? Nee, het zijn wel oude graphics, maar die tijd was dit gewoon prachtig. Mijn moeder heeft dit zelfs keihard gespeeld, mijn broer heeft dit niet veel gespeeld. Het was vooral mijn moeder en ik die dit echt... heel veel speelde. Ik speelde natuurlijk het meest van iedereen. Ik denk wel van de hele familie. En nog speel ik dit gewoon. En het is niet zo dat ik opsta en dit spel opstart. Omdat ja, ik heb het zo vaak gespeeld dat op een gegeven moment heb je wel zoiets van ja... Het is leuk om met zo'n serie als dit, daarom vind ik de serie fijn om te doen. Even lekker in bed. Vind ik het gewoon heerlijk om dit te laten zien jullie. Dit is de sleutel, de secret sleutel. En die hoort op een... hoort op een kistje. En dat kistje kunnen we vinden op een geheim plekje. En dat geheim plekje gaan we nu naartoe. Ik pak wel even alle diamantjes. Zo. Dit was ook een geheim plekje. Dat moet je ook maar weten. Maar ja, als je natuurlijk dit ziet. Dat is een klein geheimpje dat je weet dat je daarheen kan. Die soort van spiraal. Dan weet je dat daar al iets is. We gaan terug. Er zijn verschillende gaten. En hier gaat het naar of een tweede stuk of een hele grote zaal. Ja, dat was hem. De grote zaal. De grote... Treasure zaal, Lindar. Ze hebben ook hele rare namen hoor, de draken. Hele rare namen. Ze heten geen Angelique of zo. Maar gewoon van die hele aparte ouderwetse drakennamen. Dat hebben ze wel echt leuk gedaan. Zo. Dit is echt een treasure room.
Nou, je ziet het. Ja, de groene kristallen tellen voor 2. De rode voor 1. De blauwe voor 5. De roze tellen voor 25. En de gele tellen voor 10. Beetje rare volgorde, hoe ik het zeg. Hier hebben we nog een draak. Rescue Gavin. Nou, Gavin. Oké, we gaan door. Het is goed. De sleutel plaatsen we hierop. En er komen weer diamanten uit. Huppakee, pak de diamantjes maar op. Ik wil eigenlijk 100% halen dit level. Speciaal voor jullie in dit Stonehill level. We gaan dadelijk ook een andere vijand zien. We hebben natuurlijk alleen de... Ja, er zijn genoeg vijanden. Ik geloof 2 verschillende vijanden in elk level. En soms komen de vijanden terug. Ik moet even kijken, loeren, daarheen. En dadelijk gaan wij de schapenherder zien. We hebben schapen in de... dat zijn deze, de bokken eigenlijk. Hebben we in het level, maar ook deze schaapherders. En die slaan met hun stok. Ja, je kan deze ook... Oh, kijk, er wordt geraakt. Nou zie je ook iets opvallends, dat mijn Sparks, dat is dat kleine libelletje wat bij me vliegt, dat wordt in blauwe staat. En als hij een vlindertje eet, wordt hij weer goud. Hij wordt goud, blauw en groen. En daarna verdwijnt hij. Als je dan een keer geraakt wordt, ben je gewoon dood en dan verlies je een leven. En levens kan je krijgen door eigenlijk levens te zoeken in bepaalde levenskistjes. Hier staan er 2 bij elkaar, echte schaapherders. En nog een bokje. Kom op, bokje. Het bokje valt me niet aan, ik was te snel. Dadelijk zien we nog een vijand, maar ik vind hem eigenlijk geen vijand. Hij is eigenlijk een dief. En die dief die zit hierboven. Ik zie hem daar al. Je ziet hem in het blauw, uit de verte. En die heeft een drakenei, die houdt hij vast. En ik ga die meteen pakken, want ja, ik vind niet dat hij dat mag doen. En zoals ik al eerder zei, die drakenei kan je gewoon vangen door achter hem aan te gaan. En als je even dicht bij hem bent, kan je hem vuren, zodat hij... Het drakenei... Nou, dat was heel snel. Normaal ren ik een heel rondje om dit hele paleis heen. Maar deze keer niet. Ja, de muziek is fantastisch gedaan. Door Steve is die voor mij gemaakt in mijn hoofd. Steve heet die man. Steve Copperfield of zo. Nee, ik weet het niet. Iets met Steve, dacht ik. En die heeft dus alles gemaakt met een keyboard. Ik heb de making-of gezien, vandaar dat ik het weet. Je denkt van, Vincent, dat weet je veel. Ik heb natuurlijk ook heel veel opgezocht en ik heb natuurlijk heel veel gespeeld. En hij heeft het allemaal de muziek gecomponeerd met een toetsenbord. En dat wordt tegenwoordig heel veel gedaan, veel muziek ook. En dat toetsenbordje heeft hij echt ontzettend leuke muziek gedaan. Heel vrolijke muziek. En ja, ik weet niet, elk level heeft zijn eigen nummer. En dat nummer is heel erg mooi. Dat hoort echt bij het level. En dat is echt, dat is de kracht van zo'n componist, denk ik. Die kunnen dat namelijk allemaal ruiken en zo. Ik heb nog 10 kristallen nodig, want we hebben 200 diamanten nodig in dit level totaal. En ik weet dat hier bovenop zit een draak. En dan hoop ik dat daar ook nog wat kristallen zitten. Oh, we missen wat kristallen en dat is heel vaak in levels. Je bent altijd dat je denkt van, ik moet nog kristallen. Maar we hebben in ieder geval, dit is de laatste draak in dit level. En zo hebben we alweer 5 draken totaal in deze kleine gameplay. En ik wil eigenlijk wel eventjes die laatste kristallen zoeken. En ik denk dat ik weet waar ze zitten. Ze zouden hier achter ergens kunnen zitten. Even zoeken. Waar zijn die? Ik had jullie beloofd om die kristallen te zoeken. En dan vind ik dat heel sneu van mezelf als ik dat niet doe. Moment. Ik ga even zoeken. Kijk, dat is het fijne aan Spyro. Je kan heerlijk op je gemakje rennen. Even kijken. We geven nooit op, hè? Maar dan heb ik weer wat gemist. Of dan heb ik weer wat over het hoofd gezien. Of jullie hebben het gezien en hebben niks gezegd tegen mij. Dat kan natuurlijk ook. Even in de hier beneden kijken, had ik hier alles gehad? En anders gaan we gewoon verder hoor, dan gaan we gewoon het level voltooien. Want ja, je ziet er niet veel aan. Ik kan het wel laten zien wat je ziet. We kunnen exit level doen. En dan zie je dat de kristalletjes in een totale kist komen van wat we allemaal hebben verzameld. Nou, natuurlijk hebben we al wat in het homewereld verzameld. We hebben nu een totaal van 241. Als je voor de tweede keer een mannetje doodt, wat ik dus deze heb ik al gedood, dan komt er een bolletje uit. En dat bolletje, daar kan je dus ook een leven mee krijgen. En sommige krijgen dus... het is ook een levensdoosje. Nou, we kunnen nog wel 1 level laten zien in deze serie. Ik vind... ja, kijk, dit is ook een geheim level hier zo. Die zitten, dit zijn de baas levels. Dus die open je als je een stuk of 8 draken hebt gevonden. En dat vertelt deze draak ook Argus.
Want Argus help je altijd met een aantal info tipjes en zo. Maar deze mond gaat open bij een bepaald aantal draken die opent. En daardoor kan je de baas doen. We gaan nog een leveltje doen, even kort. Ik doe al een leuk level. Want er zitten ook wat minder leuke levels bij. En zo heeft elk spel wel zijn minder leuke levels. Dan moet ik even gaan zoeken waar dat level zit precies. Want je hebt genoeg levels hoor. Je hebt hier rechts eentje. Je hebt nog een draak. Laten we die eerst eventjes pakken. En dat is Delbin, sorry, ik zei het verkeerd. Ik weet wel een leuk level trouwens. Ik weet een heel leuk level. En die zit eigenlijk ergens een beetje stiekem verscholen. Oh, dit is trouwens een dief. Die heeft ook allemaal punten. Die laat dadelijk meer kristallen vallen. Die laat dadelijk 3 rode kristallen vallen. Let maar op. Huppakee. Nou ja, toch 5 kristallen erbij. Hier gaan we in. En dan komen we in een nieuw stukje land. Met een nieuwe draak. Ik denk sowieso dat we wel dat nieuwe level kunnen doen. Als dit 8e draak is, dan kunnen we dat doen. Ik denk dat we daar naartoe kunnen. Zullen we dat gewoon doen met z'n allen? Ik vind van wel. Dat doen we gewoon de baas level. Want de baas level is echt een... Nou, de baas is echt heel origineel bedacht. Echt heel leuk. Hopelijk gaat hij open. Ga open alsjeblieft. Ga open. Nee, bij 10 dan. Oké, bij 10. Ik loog. We gaan terug. Oh. Ta-ta-ta-da. La-la-la-la-la-la-la. En hier is het level. Dit is ook een van mijn favoriete levels. Het heet Town Square. En Town Square is een... ik ga hem even opslaan, zo. Dat kan namelijk met deze emulator. Dat is altijd makkelijk. En Town Square is een fantastisch leuk level. Heel apart. Met kippetjes of kalkoenetjes. Ik ben er eigenlijk nog niet achter wat het zijn. Ik denk kalkoenetjes. En hier zullen we ook wat nieuwe vijanden zien ook in het level. En er zitten ook wat geheimen in het level. Nou, we zitten in een soort van Barcelona-idee uit mijn hoofd. En Barcelona heeft natuurlijk stierenvechters. Daarom zien we ook verschillende stieren hier. En het is hetzelfde als eigenlijk het idee van de varkentjes. Of van de bokken die we eerst hadden in het vorige level. Ding, 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 ding. Nu komen we bij een nieuw kistje aan. Dat kistje dat is eigenlijk heel makkelijk. Je vuurt erop en dan pak je het kristal wat er bovenuit springt. En dan heb je hem gepakt. Dit is weer een levenskistje. En ik kan het niet laten zien omdat mijn facecam ervoor staat. Maar we hebben 7 levens. Dat is leuk om te weten misschien. De volgende draak, Devlin. Nou, zoals je ziet zijn het echt kleine levels. Want ik ben nu al keihard op de helft van het level. Dus het is echt niet groot. Maar doordat eigenlijk... Dat is de stierenvechter daar. Dat is ook wel leuk trouwens. Kijk, nu zit hij met zijn horns vast in de grond. Als je hem zelf verslaat met je horns. We gaan het level even snel uitspelen. Maar hier zit een secret in met ook iemand die een eitje vast hebt. Dus ja, kalkoenetjes. Verslaan voor wat vijanden hier. Zo. Ik pak nog even een nieuwe draak. En dan kunnen wij nog even het level doen met de baas. Ik vind dat we dit gewoon nog even moeten doen. Of, nee. Volgende week gaan we verder met dit spel. En dan doe ik gewoon nog een level, nog gewoon een aflevering. En dan gaan we verder met het baaslevel. En ik laat jullie zien het tweede werelddeel van Spyro. Ik bedank jullie voor het kijken. En kijk volgende week even terug naar Even Lekker in Bed. Doei doeg!